Goedenavond. Ja, een bijzonder goedenavond zelfs. Een sportprogramma hoort natuurlijk op de tv, ook op de lokale omroepen. En RTV Zaanstreek wilde eigenlijk al veel eerder beginnen met het verstijnen van live tv. We hebben dat geprobeerd bijna een jaar terug in de kantine van KZ. Ja, en op het moment dat wij daar waren, was dat eind januari, meen ik. En in maart kwam er van alles over ons heen, waardoor de topsportcentrum in Kogandezaan moest worden omgebouwd tot een opvangcentrum. Wij hadden daar verder geen schuld aan, maar we waren natuurlijk wel onze studio kwijt en de live-uitzendingen werden even terzijde geschoven. Uiteindelijk zijn we in gesprek geraakt met twee heren, de heren Ralf Kessers en Raymond Dorier. En zij zijn de drijvende krachten achter de sportsites Voetbal in Zaanstad en Sport in Zaanstad. En wij hebben het snode plan opgevat om een tweewekelijks programma te gaan maken. Live willen we dat gaan doen. Dat komt er allemaal aan. Deze uitzending hebben we, omdat het een sportprogramma is, in twee helften opgedeeld. In het eerste deel zullen we de introductie doen van de beide heren, zoals je juist genoemd. Want ja, die hebben toch wel wat uit te leggen aan het publiek. Daarna nemen de beide heren het over en gaan zij in gesprek met Levinho Weidenbos. En dat is de trainer van Rood-Wit Zaanstad, een voetbalclub. Levinho heeft zijn contract onlangs verlengd gezien. Dus daar is alle reden voor om over te praten. Dan, na een eerste helft, is het altijd even rusten. Dat gaan we ook doen. Dan, de tweede helft, gaan we ons storten op het korfbal. De Korfbal League staat op punt van beginnen. Morgen is het zover en kunnen we eindelijk weer gespannen voor de beeldbuis zitten. Want in de sporthal mogen we niet. Daarvoor hebben wij nu Dennis Dovers, de trainer van KZ Thermoview. En Lisanne de Bruin, dat is de captain van Groen-Geel IJskoud de Beste. En daar gaan we mee in gesprek over van alles waar korfbal groot in kan zijn. Dus dat kan heel lang gaan duren. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. We redden het binnen het uur. Veel plezier bij deze eerste uitzending van Sport in Zaanstad. Een programma dat getiteld is Sport in Zaanstad heeft een achtergrond. En vandaar dat er twee heren aan tafel zitten, Ralf Kessens en Raymond Dorier. De mannen zijn onze partner in crime, zoals dat zo mooi heet in Goed Zaans. Samen zijn we tot elkaar gekomen, ja, dat doe je meestal samen, tot elkaar komen. Dus dat hebben we gedaan. We zijn met elkaar in gesprek geraakt over hoe kunnen we een leuk tv-programma optuigen hier in de Zaanstreek. Want daar is gewoon behoefte aan, dat hebben we geleerd. Sporten in Zaanstad is heel breed. Jullie zijn begonnen met voetbalinzaanstad.nl. En jullie is in dit geval, denk ik, vooral Ralf die dat idee opvatte. Ooit in het grijze verleden hadden we een zeer populaire Zaanse sportkrant in de Zaanstreek. Die is helaas om allerlei redenen ter ziele gegaan. Dat was toen populair en de populariteit weer zien te behalen, dat is nog een hele strijd. Ralf, jij bent ruim een jaar terug, denk ik, begonnen met het optuigen van voetbal in Zaanstad. Dat is niet zomaar gebeurd, daar had je een goede reden voor, denk ik. Daar hadden we een hele goede reden voor. Wij zijn voetballiefhebbers en wij, in dit geval Raymond Dorier. En mijn persoontje, ik ben inderdaad wel begonnen met het initiatief en wat mensen om me heen verzameld. Want er zijn bij iedere club zijn er wel mensen erg betrokken die bij alle thuiswedstrijden aanwezig zijn en die ook foto's maken. En je kan helemaal niet bij alle wedstrijden zelf aanwezig zijn. Dus je hebt elkaar nodig. Dat zie je nu ook met de voetbalclubs die elkaar weten te vinden en samenwerken. Daar waar het voorheen allemaal eilandjes waren, is het nu ja, één groot eiland met sub-eilandjes en mensen delen hun problematiek met elkaar. Hè. De voorzitters, je hebt de voorzitters-app waarbij alle voorzitters met elkaar toch discussiëren met probleemstellingen. En het zijn er nogal wat vandaag de dag. Financiële kwesties, onderhoud, natuur of kunstgras. Moet je kantinepersoneel wel of niet betalen, onkostenvergoeding. Spelers met een onkostenvergoeding. Dus ja, er is een hoop om met elkaar over te discussiëren en kennis te delen. Mm-hmm. Maar de oorspronkelijke opzet was natuurlijk om het voetbalnieuws te brengen. Dus de prestaties op de groene mat. Dat klopt, ja. Daar is ja. mee begonnen. Nee, er zijn inderdaad onderwerpen genoeg. En als liefhebber van je favoriete club op de hoogte wil blijven, ja, dan kan je bij Voetbal in Zaanstad snel zien wat de uitslagen zijn, de verslagen. Maar ook mensen, de inwoners van Zaanstad, die willen weten wat er bij andere clubs zich afspeelt. Als je bijvoorbeeld geen huis in huis of geen abonneekrant hebt. Je blijft een beetje achter wat betreft nieuwsgaring. En dat kan je op Voetbal in Zaanstad
kan je het allemaal. Kun je op de hoogte blijven. Ja, ja. Raymond, jij bent ook een man met een voetbalverleden. Ja. Zelfs bij ZCFC hebben ze mensen met een voetbalverleden. Ja, dat klopt ook. Want jouw hele familie is volgens mij ZCFC. Ja. Althans, je vader weet ik het zeer zeker van. En mijn zus. En je zus. Ja. Hoe is jullie huwelijk ontstaan? Nou, ons huwelijk is ontstaan. We komen elkaar tegen op verjaardagen. Zijn zwager is een goede vriend van mij. Dus dan worden er wel eens dingen uitgewisseld op een verjaardag. En ik gaf Ralf de voorzet en hij kopte hem in om in voetbaltermen te blijven spreken. En ja, zo zijn we bij jullie terechtgekomen en jullie bij ons. En ja, zo proberen wij niet alleen de tekst die je op de site kan lezen met een foto, ook gasten te spreken en te kijken wat die ons kunnen vertellen over hun voetbalclub. Ja. Vandaag hebben we ook een mooie gast, dus er komt ook waarschijnlijk veel mooi nieuws uit. Ja. Het is natuurlijk de Zaanstreek, wat dat betreft, schreeuwt om een site en om een programma als dit, zal ik dat maar zeggen. Want ja, je moet het toch een beetje populairder maken. Gasten vinden is geen enkel probleem dus. Nee, Ralf heeft een groot netwerk, ik ken veel mensen. En ja, het is... Ik loop ook wel eens tegen iemand aan. En zelfs jij loopt tegen iemand aan. En dan gaat het toch nog goed komen. Ja. Jullie hebben ook Sport in Zaanstad. Het programma waar we nu mee uitzenden heet Sport in Zaanstad. Maar daar zit ook een website achter. Dat is de site waar geen voetbal op staat, lijkt mij, maar alle andere sporten. Ralf. Ja, de breedte sporten. En dat zijn er nog wat in Zaanstad. We kunnen, we hebben hele goede korfballers. Hè. KZ, groen-geel, welke mensen... Ik ga even ingrijpen. Je hebt het over breedte sport en je begint over KZ. Dat is topsport volgens mij. Topsport, ja. Ja, ze hebben ook een amateurtak, hè? Of ook een tweede elftal. Ja. Recreatieve teams. Ja, nee, maar goed, er is natuurlijk een enorm breed scala aan andere sporten. Hockey, zwemmen, waterpolo, atletiek, niet te vergeten. Ja. Ja, we hebben een prachtig mooie nieuwe accommodatie. Hè. Kijk even naar de topsporthal, de breedte sporthal, Kogende Zaan, waar wordt gezaalvoetbald, wordt gekorfbald. Nieuwe zwembaden. De Krommenij, denk ik een jaar of twee geleden, open gegaan. Daar wordt binnen en buiten gesport, gewaterpoloot. Nou ja, ik ben zelf inwoner van Krommenie. Daar hebben we de KLTV. Daar hebben ze net nieuwe padelbanen geopend. Er zijn tal van sporten. En jullie hebben in je namen Zaanstad staan. De gemeente Zaanstad is wat dat betreft heel sportminded, heb ik het idee. Die investeren flink in de sport in de lokale omgeving. Ja, absoluut. Nou, er is flink geïnvesteerd door de gemeente. Wat ik net al riep, nieuwe sporthallen. We hebben AZ is officieel is het een grensgevalletje. Weidewormen, maar Zaanstad. Maar die zijn daar neergestreken. Hè. De naam AZ krijgt wat meer lading. Alkmaar, Zaanstreek, officieel. Er is sport genoeg. En ook nog eens een keer prestatiegericht. Een dergelijke site runnen kost enorm veel tijd en energie. Kan ik me voorstellen dat jullie dag en nacht met het nieuws bezig zijn. Nou, maar... We slapen nog wel gelukkig, ja, hè, Kees. Dat. Maar alle lof voor Ralf, die beheert echt de site. En ik ben meer voor het bewegende beeld aangeschoven bij Ralf. Maar echt alle lof voor Ralf wat hij heeft neergezet het afgelopen jaar, anderhalf jaar op de site. Elke club wordt benoemd. En als een club niet benoemd wordt, dan vraagt Ralf het nog wel en dan wordt hij wel benoemd. Dus er valt over te praten. En, we proberen iedereen genoeg aandacht te geven. Ja. Zelfde met kleinere clubs, JISP, Knollendam, VV Knollendam in Oost-Knollendam. Blauw-Wit, West-Knollendam, Zaterdagvereniging. We doen andere clubs tekort... Kijk op de site voor alle namen. Ja, we hebben nogal wat clubs. Er staan er volgens mij 15 of 16 uit mijn hoofd. Er zijn weer fusieperikelen. Ja. Dus dat volgen we ook op de voet. Er gaat een hele mooie tribune gesloopt worden. Of ontmanteld worden. Ja. Oude ZFC-tribune. Hellasport werd dat later. En inmiddels FC Zaandam. Nou, daar wordt ook weer over gedebatteerd of die weer gaan fuseren. Ja. Er is voetbalnieuws genoeg. Ja, het houdt niet op. We raken nooit uitgesproken. Het nieuws ligt op straat en daar gaan we van profiteren. Ja. Mannen, in ieder geval goed om met jullie te gaan samenwerken. Dat gaat ongetwijfeld veel spektakel opleveren voor de televisie en de diverse sociale media waar we het programma ook op uitzenden. Jullie gaan bot vieren op Livigno. Ja. Ik wens Livigno heel veel sterkte toe bij dat gesprek. Trainer van Rood-Wit Zaanstad. Ralf en Raymond, succes. Dankjewel, Kees. En veel kijkers voor jullie site.
Wij hebben vanavond een bijzonder leuke gast aan tafel. Levinho Weidenbos, trainer van SV Rood-Wit Zaanstad. Nou, onlangs hebben wij kunnen lezen op de website Voetbal in Zaanstad dat jij bijgetekend hebt. Dat klopt. Allereerst mogen we jou feliciteren. Ja, gefeliciteerd. Ja. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Met het heugelijke feit. We zijn geïnteresseerd in de man achter Levinho. Hoe is het om trainer te zijn van Rood-Wit Zaanstad? Ja, trainer van Rood-Wit Zaanstad is trainer van een voetbalclub. We zijn Turks georiënteerde voetbalclub. Daarbij gezegd hebbende, we zijn nu wat meer op de diversiteit bezig. Dus wij hebben jeugdelftallen. Wij hebben een vrouwenelftal dit seizoen is bij ons aangesloten. We hebben nu een zaterdagelftal. En we hebben genoeg, nooit genoeg, maar in principe we hebben 7 seniorelftallen hebben we nu op dit moment. Dus wij zijn best wel divers bezig. Ja, en wat je zegt, het is voetbal, je speelt 11 tegen 11. Dus je loopt tegen allerlei dingen aan wat je bij andere clubs ook hebt. Helder, helder. Rood-Wit Zaanstad mag ook best genoemd worden. Na 4 wedstrijden, voor wat het waard is, trotse koploper. Samen met SSZ, en dat had niet iedereen verwacht. Hoe komen jullie aan dat succes? Nou, om eerlijk te zijn had ik dat zelf wel een beetje verwacht. Waarom? Begin van het jaar, begin van vorig seizoen toen we begonnen, was het heel erg wisselvallig. Begin van 2020 hebben wij 4 wedstrijden gespeeld en die hebben alle 4 gewonnen. En wij zijn eigenlijk met hetzelfde zeg maar, doorgegaan waar we afgelopen seizoen mee gestopt zijn. Dus met niet verliezen in ieder geval en 3 winnen, 1 gelijk. Dus dat was voor mij niet zo heel erg bijzonder. We hebben een heel goede groep die heel erg goed met elkaar klikt. Ik zou het een beetje een familie kunnen noemen. En dat is wel iets wat onze kracht is. Ik hoor je heel veel mooie dingen zeggen over de club Rood-Wit. Alleen als ik naar jouw voetbalgeschiedenis kijk, je hebt een rijke historie. Je hebt bij veel clubs gespeeld op hoog niveau. Bij AC heb je gevoetbald, bij Breukelen heb je gevoetbald. Je hebt zelfs prof gespeeld bij Haarlem. En nu zit je toch bij een 4e klasse op zondag. Vind je dat niet moeilijk, die omschakeling van wat jij in het verleden hebt meegemaakt? Dat hoge niveau en dat je nu bij een 4e klasse zondag zit? Ja, natuurlijk. Mijn ambitie is natuurlijk om hetzelfde te trainen als ik zelf heb gevoetbald. In mijn hoofd was het bij het begin wel omschakelen. Die omschakeling heb ik gedaan eigenlijk pak een beetje 4, 5 jaar geleden, toen ik net begon als trainer zijnde. Toen heb ik wel heel veel dingen proberen los te laten. Want hoe ik denk, zo denken mijn spelers nog niet. En ik wil ze op dat niveau brengen, hoe ik zelf denk. En dat ze dat sneller oppakken en dat ze wat sneller gaan nadenken over het voetbal en in de situatie die ze komen. Dus ik heb heel veel dingen moeten loslaten. Ik vind voor mezelf dat ik nu de laatste paar seizoenen, me er niet zo heel veel aan irriteer. Omdat ik heb het geaccepteerd. De jongens die spelen nou eenmaal wat lager niveau. Maar ze pakken wel heel snel dingen op, zodat ze juist heel snel kunnen groeien. En wat probeer jij ze mee te brengen, wat jij in je verleden, in je rijke carrière hebt meegemaakt? Wat probeer je hun te leren? Te leren met hun hoofd te spelen. Heel veel jongens spelen met de intuïtie, met hun voeten. Dat doen ze als eerst. Maar ik probeer ze te leren met hun hoofd te spelen. Want je hoeft niet per se zo'n goede voetballer te zijn, als in dat je een goede techniek hebt. Dat je een goede paas hebt. Als je slim in je hoofd bent, dan kan je heel veel dingen voorkomen. En voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Hiervoor ben je bij trainer geweest bij Hercules. En je hebt de overstap gemaakt naar Rood-Wit. Er zijn heel veel spelers met je meegegaan. Nou, je hebt nu, wat we al aangaven, een jaar bijgetekend bij Rood-Wit. Maar als je de volgende stap neemt, neem je dan weer jongens mee? Want je laat bijvoorbeeld een Hercules laat je wel met een leegte achter. Die hebben geen zaterdag 1 nu. Spelen nu bij Rood-Wit. En als je naar een nieuwe club gaat, neem je die spelers dan ook weer mee? Of zeg je van, nou, blijf bij Rood-Wit? Dat zou kunnen, dat ik de spelers van de zaterdag in ieder geval meeneem. Nee, nee. De zaterdag speel ik zelf. En dat is echt recreatief voetbal. En dat doe ik gewoon om het zelf leuk bezig te zijn. En ik neem juist die jongens mee, zodat zij ook gewoon lekker met hun vrienden kunnen spelen. We spelen wel als eerste elftal. Dat gaat ons niet altijd even goed af. Maar wij zijn wel gewoon lekker bezig met elkaar, met onze vrienden. En de jongens zijn ook vrienden van elkaar geworden. Dat het bij Hercules is gestopt, dat had ook andere redenen. En daarom zijn wij, omdat wij redelijk weinig man hadden, zijn we ook naar Rood-Wit Zaanstad gegaan. En
daarmee kan ik wat sneller van een jongen schuiven, misschien van een derde elftal van een zondag. Misschien af en toe ook nog van een tweede elftal van een zondag, die dan met de zaterdag 1 kunnen meespelen. Ik zeg ze wel altijd erbij, als jullie dat doen, kun je niet meer bij de zondag 1 spelen. En dat is, dan vallen natuurlijk de wat betere jongens van de zondagselectie, die vallen af. En de wat minder jongens, maar die wel heel graag willen voetballen, die blijven dan over en die nemen dan met de zaterdag mee. Ja, nou, duidelijk en keurig verhaal. Helder. Nou is het zo dat Poelenburg, daar staat best wel wat aandacht op. In het verleden wat minder positief in het nieuws gekomen. Wat merk jij als trainer van daarvan? Worden jullie anders benaderd of wat meer media staat erop? Worden er initiatieven genomen? Wat meer, jullie hebben natuurlijk een wijkfunctie. Wat merk jij daarvan? Word jij veel benaderd? Geven van clinics, dat soort zaken? Nou, ik word zelf niet zoveel benaderd, omdat ik natuurlijk trainer van de senioren ben. Ik ben dit seizoen eigenlijk wel meer met de jeugd bezig. Waarom? Wij trainen ook niet zo heel veel meer. En als ik zaterdag zelf geen wedstrijd heb, dan word ik zaterdag wakker en dan denk ik mezelf van hey, wat moet ik allemaal doen op mijn zaterdag? En gelukkig traint de jeugd traint dus wel. Dus dat ben ik dan gaan doen. En dan hebben ze ook even een keertje een andere trainer die dan met zijn trainer is. En ik benadruk dan weer andere dingen. Wij zijn wel met ons jeugdbestuur zijn we wel aardig goed bezig om zoveel mogelijk mensen vanuit Poelenburg te betrekken bij Rood-Wit Zaanstad. Dat jeugdbestuur zit onder andere mijn moeder in en zij werkt ook in de wijk Poelenburg als maatschappelijk werkster. Dus zij heeft wel de connecties met de jongens, met de kinderen in Poelenburg, zodat zij wat kortere lijnen hebben naar Rood-Wit Zaanstad. En dat is gewoon best wel gegroeid. Begin van het seizoen hadden we 20 jeugdspelers en nu hebben we er rond de 40. Dus dat groeit en dat gaat voor volgend seizoen gaat het ook groeien. Alleen moeten wij dat goed regelen. Daar maken we heel groot en een hele goede stap in. Ja, want je zegt het al, je groeit enorm door de stap om naar het oude terrein van Silvermeeuw te gaan. Voor zover ik weet zijn er twee velden en een derde veld is niet helemaal optimaal. Willen jullie gaan uitbreiden daardoor, omdat je ook als vereniging uitbreidt. Qua leden wil je dan ook meer velden? Wat is jullie idee over? Ja, we willen ook meer velden hebben natuurlijk. Op dit moment is het zo, wat ik laatst hoorde, dat ze willen gaan bouwen. Noodhuizen willen ze gaan bouwen bij ons zeeveld in de buurt. Dus die optie is er dan helaas op dit moment niet. Maar we zijn natuurlijk in gesprek met de gemeente Zaanstad om dan te kijken waar we een ander veld in ieder geval kunnen gaan plaatsen. En op dit moment hebben wij nu voor volgend seizoen hebben we 3 aanmeldingen voor seniorenteams. En dan moeten we een beetje gaan schuiven. Kunnen zij op de zaterdag gaan spelen? Of welk seniorteam kan op de zaterdag gaan spelen? Want de zaterdag hebben we genoeg ruimte. En bij ons is het zo dat heel veel seniorteams op de zondag willen spelen. Ja, en wat ik merk in de laatste tijd in het nieuws, vooral bij het profvoetbal. We zien veel, Ruud Gullit zien we veel tegenwoordig in het nieuws. En die geeft veel aan van, er zijn te weinig donkere trainers in het profvoetbal. Hoe zie jij dat in het amateurvoetbal? Merk je er zelf wat van of heb je er zelf mee te maken gehad? Wat vind jij er? Wat is jouw standpunt daarin? Persoonlijk denk ik van, als je goed genoeg bent, dan krijg je heus wel een kans bij een club. Als je naar een club zoals AFC Amsterdam kijkt, die hebben best wel veel allochtone trainers daar zitten. En dat is toch wel de elite amateurclub van Nederland bijna. Gewoon dus daar ligt er niet zo echt heel erg veel aan. Wat wordt gezegd, dat zie je gewoon wel. Als ik tegen andere clubs speel, dan zie ik 9 van de 10 keer is gewoon een blanke trainer. En als je in andere regio's gaat kijken, waar misschien wat meer allochtone jongeren spelen, dan kom je in meerdere gevallen een donkere trainer tegen. Maar als je naar het profvoetbal kijkt en wat ik zie, de namen die ik voorbij zie komen, die worden toegelaten aan het hoogste diploma voor dus coach betaald voetbal, die daar wel aan toe worden gelaten, dan zie je wel pak een beetje 80% autochtoon en 20% allochtoon. En dan denk ik wel in mezelf van oké, hoe kan dat? Dat is dan zo weinig. Allochtonen worden toegelaten aan je cursus, terwijl ze wel ambitieus zijn. En kwaliteit hebben, ja. Dat zie je aan jezelf. Ik doe mijn best. Een jongen met kwaliteiten. Dus, Ja, ik doe mijn best en ik heb de ambitie, dat zeker weten. En wat ik daarvoor had gehoord van,
heel veel die wijken dan uit naar België, naar Engeland, omdat het daar makkelijker en goedkoper is. Want KNVB, de opleidingen zijn niet... niet goedkoper, nee. Jij bent zelf begonnen bij ZFC met voetballen. Dat werd later Hellasport. Jij voetbalt nog steeds. Dan ben je nog aardig fit, mag ik aannemen. Je kunt het nog allemaal belopen? Ik kan het redelijk belopen. Af en toe heb ik nog in mijn hoofd dat ik 10 jaar jonger ben. Maar dat is dus helaas niet zo. Dus ook wat ik aangeef, ik moet heel veel met mijn hoofd voetballen. Ik train in principe nauwelijks meer. Ik sta meer als trainer op het veld. En de oefeningen die ik doe, die moet ik gewoon als trainer aangeven. En dan wordt alleen maar aangesloten bij de loopjes. Of als wij een partijtje gaan spelen, dan sluit ik aan. Om mee te doen dan en zelf ook mijn conditie dan op te doen. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Het spelletje is gewoon veel te leuk om er nu al mee te gaan stoppen als ik nog zo fit ben, hoe ik me nu voel. Slotvraag voor je. Waar eindigt Livinho in de toekomst? Waar eindig ik in de toekomst? Laten we zeggen, ik wil sowieso tot mijn UEFA trainingsdiploma dat zeker weten halen. En daarvoor wil ik minimaal 5 jaar voor nemen. Ik wil wel een goede cv gaan opbouwen hier in de Zaanstreek. En het liefst ook daarna buiten de Zaanstreek. Want ik heb zelf ook buiten de Zaanstreek gevoetbald. En ik wil me dan ook gewoon wel mijn vleugels spreiden en niet me beperken tot hier in de Zaanstreek. Ik wil Rood-Wit Zaanstad naar een hoger niveau tillen. Waardoor ik mezelf ook naar een hoog niveau kan tillen en vervolgens daarna weer een paar mooie stappen gaan zetten. En het voetbal in de Zaanstreek ook naar de eerste en de hoofdklasse misschien toe te brengen. Wie weet, Eredivisie in de toekomst. Zien we hier op de tv. Ben je het boegbeeld voor heel veel autochtone jonge jongens op dat moment die dan ook zeggen van ik pak die handschoenen op en ik word trainer. En ik ben benieuwd hoe lang je daarvoor nodig hebt om rood-wit naar een hoger plan te tillen. Zou maar dit jaar kunnen gebeuren. Als er nog gevoetbald wordt, 9 februari horen we meer als er gevoetbald wordt natuurlijk. En op dit moment staan we er heel goed voor. En als wij dezelfde sfeer, dezelfde pit weer op kunnen pakken, dan heb ik er heel veel vertrouwen in dat wij gaan promoveren. Ja. Heb jij een brede selectie? Heb jij een kampioenenploeg? Het is klaar, hè? Ik heb zeker een kampioenenploeg en wij willen zeker weten kampioen worden. En ik weet dat mijn spelers het aankunnen. Ze moeten alleen in de hoofden klaar voor zijn. Wij gaan veel van jou horen. Livinho, dank je wel voor dit, open gesprek. Jullie ook bedankt. En succes bij Rood-Wit. En wie weet tot in de toekomst weer aan tafel. Zeker weten. Lijkt me gezellig. Na de thee of na de bitterballen, wat het is. Na de rust gaan we het spektakel zien, ook in Sport in Zaanstad. Met alle respect voor de mensen van de eerste helft. Korfbal, daar gaan we het nu over hebben. Een van de populairste sporten in onze streek, denk ik. Misschien daardoor ook wel een van de populairste sporten in het land, dat weet ik niet. Dat doen we bijzonder, want ja, korfbal gaat starten. Het woord protocol staat nog net niet op jullie voorhoofd, maar korfballers hebben van alles te doen met het protocol wat er nu heerst. Jullie gaan morgen van start, zaterdag de 16e. Er is dus al heel veel gebeurd. We zitten ook niet voor niks uit elkaar. Dennis, jij bent de trainer. Het lijkt me een helve job om dat allemaal, zeker op het niveau waarop jullie spelen, om dat gedaan te krijgen. Ja, dat klopt, Kees. We hebben inmiddels het vijfde protocol vanuit het NSNSF. Strikt, afstanden, 2 keer in de week testen, desinfecteren, alles erbij, tijden, spreiden van aankomst, geen publiek in de zaal. Een heel continu bewustzijn met wat je doet. Dus ook inderdaad in deze setting de afstand houden, mondkapjes als we binnenkomen, natesten is het af en dan ga je trainen. En het moet ook, want anders kan het ook niet. Nee. De groep waar jij mee werkt, die snappen dat wel, denk ik. Nou, die snappen dat terdege. Er is best wel wat om te doen dat wij weer mogen starten. Niet alleen maar positief. Sommige mensen denken ook waarom. Mm. Maar het is ook een bevoorrechte positie. En je moet ook ergens starten. En ik denk dat de spelers dat zich enorm bewust van zijn. En het protocol ook volgen. Mm. Want er zijn veel ogen op ons gericht. Positief.
Maar het kan ook negatief zijn. Dus die zijn zich dat heel erg bewust. Ja. En heeft KZ Thermo for You natuurlijk het voordeel dat een groot deel van de selectie deel uitmaakt van de oranje selectie. Ja. Dus daar is al een soort van bubbel, heet dat geloof ik. Dus de trainingsarbeid zal bij jullie niet echt minder zijn? Nou ja, we hebben 5 man bij Oranje zitten. Onze selectie bestaat uit 22 man, dus dat zijn er nog 17 extra. Maar het helpt wel. En tegelijkertijd is het protocol wat wij op de club volgen en wat ze ook bij Groen-Geel volgen, strikter dan bij Oranje. En dat is met name het testen. Dat werd bij Oranje nog niet gedaan, nu wel. Dus eigenlijk lopen de clubs voor. En dat heeft te maken omdat er gewoon ook meer interactie is. Dus nogmaals, heel strikt. Dus jij als speelster, captain van Groen-Geel, gaat beginnen aan het tweede seizoen Korfbal League. Wie had kunnen dromen dat je zo die Korfbal League in zou gaan? Want als speelster is het natuurlijk ook een enorme omschakeling, denk ik. Ja, het is een hele gekke situatie. Je wil gewoon dat de hal vol zit met mensen en dat er gejuicht wordt. En dat brengt zoveel sfeer. Helemaal bij Groen-Geel, we hebben een kleine hal en dat brengt altijd... Ja, dat maakt het altijd extra sfeervol. Maar nu is het gek, maar ik ben heel blij dat we in ieder geval mogen beginnen. Jullie zijn van start gegaan met een nieuwe trainer. Die valt ook met zijn neus in de boter wat dat betreft. Ja. Is dat moeilijk om dan aan elkaar te wennen als je zo weinig contact hebt? Of valt dat reuze mee? Nee, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Het was inderdaad wel de eerste kennismakingen waren natuurlijk eigenlijk al voor de zomer. Toen we hoorden dat, dat Daniel en Christian nieuwe coaches zouden worden. Dus toen was het wel een beetje gek, wel een keertje gebeld, maar nog niet echt veel met elkaar gesproken. We zijn in augustus wel nog op trainingsweekend geweest met z'n allen, dus inmiddels zit dat helemaal goed. Ja. Maar een biertje doen in de kantine met elkaar, dat zit er nog niet in. Nee, dat is de armoe van deze tijd, zou ik maar zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als topsporter gek wordt van al die testen, of valt dat reuze mee? Nee hoor, valt mee. Ik denk dat we enorm bevoorrecht zijn dat we mogen beginnen en dat... dat dit er gewoon bij hoort. Ik moet zeggen, ik zit niet lekker op die stoel iedere keer als het moet. Maar als het voorbij is, dan denk ik ook weer, klaar, weer gehad. Ja. Voor het goede doel. Precies. Ja, ja. Groen-Geel is een hechte vereniging. Dus ik neem aan dat het voor jullie geen enkel probleem is. Want je hebt ook een aantal mensen die een beetje medisch onderlegd moeten zijn, denk ik. Om dat allemaal te kunnen handelen. Lukt dat bij Groen-Geel? Om de testen uit te voeren, bedoel je? Ik was daar ook verbaasd over hoe snel en hoeveel vrijwilligers er eigenlijk al waren die dat wilden doen. Ook wel een aantal mensen die het eigenlijk nog nooit hadden gedaan, maar die instructies hebben gekregen hoe het allemaal moet en werkt. En dat gaat prima. Ja, dat is grappig. Goed jongens, de Korfbal League, daar gaat het om. Dennis, jij hebt een schat aan ervaring opgedaan. Je hebt natuurlijk zelf op hoog niveau gespeeld. Jouw staat van dienst is behoorlijk. Titels aan de lopende band, bij wijze van spreken. Jij hebt KZ gespeeld zelf. Ja. Blauw-wit ben je geweest. Ja. Groen-geel, nog een seizoen sfeer geproefd. Ja. Ja. En toch uiteindelijk als trainer aan de slag gegaan. Dat kwam mede door een zware blessure, volgens mij. Is dat, als speler dat, bedoel je? Ja, als speler. Nou, dan moet ik weer een tijdje terug in de gedachten. Maar inderdaad, ik ben op een gegeven moment mede door blessure. En toen de tijd werd mijn eerste dochter geboren. Maar die is inmiddels al 17, dus zo lang geleden is dat al. Ja. En toen was korfbal wel klaar. Toen ben ik eigenlijk ook een paar jaar helemaal uit korfbal geweest. En eigenlijk door mijn dochter, die op een gegeven moment de leeftijd kreeg om te sporten. Die wilde gaan korfballen en toen rolde ik er weer in. Toen ben ik eigenlijk meteen bij KZ weer teruggekomen met de vraag, wil je iets doen bij het eerste in die tijd? Was nog in de tijd met Harold Jellema als trainer. Mm-hmm. En zo rolde ik daar eigenlijk in. Toen op een gegeven moment kwam ik via de korfbalbond bij het RTC terecht. Heb ik nog met Nissan onder andere ook samengewerkt. En dat is RTC? Dat is het Noord-Hollands team, het talententeam eigenlijk in Noordwest-Nederland. En via dat platform kwam ik bij Jong Oranje terecht. Onder 19 nog een paar jaar gedaan. En eigenlijk nu alweer het tweede jaar bij KZ als hoofdtrainer. Ja. Ja. En dan denk ik dat er heel veel van je geëist wordt. Want KZ heeft toch een naam, hooggehouden, aantal landstitels, Europa Cups. Ja. Is dat een zware last die je op je schouders drukt? Ja, ik zou liegen als ik zeg dat het niet is. Want je moet inderdaad presteren. Tegelijkertijd is waar je naar refereert, de titels van KZ, is ook een heel ander tijdperk, een hele andere spelersgroep, een hele andere setting. Maar dat voel je nog wel in de vereniging. Dus die druk is er wel degelijk. En die moet je wel waarmaken. Dus ja, in de zekere zin klopt dat wel. Lisanne, jij bent ooit begonnen bij Roda Westzaan. Ja. WKV Roda heette dat. Ja. Ja, dat is van korte duur geweest. Jij bent al heel snel overgegaan naar Groen-Geel. Ja, klopt.
Dat had vast een reden. Je wilde waarschijnlijk snel hogerop, denk ik. Nou, nee hoor. We gingen verhuizen, dus we gingen naar Wormer. En toen ben ik bij Groen Geel terechtgekomen. Dat was in de eetjes al. Dus toen was ik nog hartstikke jong. En toen ben ik eigenlijk in een hele fanatieke groep terechtgekomen. En ben ik zo in doorgerold, ja. Ja, jij zegt een hele fanatieke groep, want als je de namen vanuit die eetjes ziet, die namen spelen nu zo ongeveer met jou in het eerste. Ja, veel nog. Dat is nog, natuurlijk wel veel een redelijk unieke situatie. Ja, klopt. Heel bijzonder. Ik speel al heel lang met dezelfde mensen en het is ook een super hecht team daardoor. Heel lang is ook dezelfde coach gehad. Alleen maar heel leuk. Ja, Dico Dick hebben we het dan over. Ja, een man die zeker. Heel veel... Is het dan zo dat Groen-Geel een hele goede jeugdopleiding heeft? Of hebben ze, tussen aanhalingstekens, het geluk gehad dat ze heel veel talenten in één lichting hadden? Ik denk wel een goede jeugdopleiding. Ik denk wel dat ze daar rond die periode mee zijn gestart. En dat daar toen meer aandacht aan zijn gaan geven. Een beetje talent moet er natuurlijk ook wel zijn. Dus dat dat dan samenkomt, ja, dat is mooi. Ja. Want als je talent hebt en over de brug is een ploeg die league speelt, dan is het misschien soms wel eens interessant voor een speler om te kijken of het gras inderdaad groener is bij KZ dan bij Groen-Geel. Maar dat is, volgens mij is er weinig interactie tussen beide clubs. Is er een soort gentleman's agreement dat er niet gescout wordt bij elkaar? Of nou, de laatste jaren niet, daarvoor wel. Hè. Onder andere Stef Meijs, die ook bij KZ speelt, is natuurlijk een Groen-Geeler. Zo zijn er wel meer van Groen-Geel destijds gekomen. Mm-hmm. Maar ik denk wat Lisanne terecht zegt, een hele hechte groep die altijd bij elkaar is gebleven. En het met elkaar een droom hadden. Nou, dat is verwezenlijkt. Ja, spelen en ook nu op wel het hoogste de afspraak niveau. Met elkaar ook. Van, we gaan het gewoon zoveel jaar met elkaar proberen en lukt het dan niet. Ja, dan weet je niet wat er gebeurt. Maar ja, in die periode is het wel gelukt. Ja. Ja, want jullie zitten, datgene wat KZ allemaal al gepresteerd heeft, dat was natuurlijk voor iedereen het model om te volgen. Ja. Groen-Geel wil, behalve handhaven in die korfbalie, natuurlijk ook meer. Ja. Jullie hebben, jij zeker, enorm veel titels op je naam, achter je naam staan. Ja. Maar er ontbreekt er eigenlijk nog één. Ja, nou, voordat we daar zijn, dat, dat duurt nog wel even. Maar het doel van Groen-Geel is wel gewoon om een stabiele leagueploeg te worden. Ja. Dan hebben we het over de league. Dennis, afgelopen seizoen was het voor jullie een net niet seizoen, denk ik. Ja. Het slot was spectaculair. De slotderby was derby tegen Groen-Geel. De laatste wedstrijd, dat was een spektakel en Groen-Geel wist daar het vegenlijf te redden. Dan sluit je dat af. Het nieuwe seizoen. De bond beslist dan om er in de Korfbal League wat ploegen bij te gaan halen. Dat stuitte op nogal wat bezwaren. Hoe stond jij daarin? De KNKV kwam met het idee om het wat breder te trekken. Nou, het is een paar keer veranderd. Ik denk dat dat ook de onduidelijkheid met zich meenam. Eerst was het één ploeg erbij, toen was het nog een ploeg erbij. Toen kwam corona natuurlijk. Maar het idee van nu 12 ploegen en echt een korfbal league à la Eredivisie voetbal, dat vind ik een hele goeie. Mm. Hoe meer ploegen op dat niveau kunnen spelen, hoe beter. En ik vind dat het totale niveau daardoor omhoog gaat. Dus ja, ik juich dat wel toe. En tegelijkertijd ook meer ruimte voor play-offs onderling, zowel naar boven als naar beneden. Dus in principe meer wedstrijden op niveau. En dat is wat je als sport natuurlijk wil. Ja. Groen-Geel heeft natuurlijk datzelfde euvel gehad. Jullie kwamen er binnen en jullie weten nu in ieder geval dat je niet kunt degraderen. Ja. Nou, volgens mij denkt Daniel Hermsen daar totaal niet aan. Die wil alleen maar naar boven. Dus dat is al een gezond streven. Hoeveel hebben jullie geleerd in dat eerste seizoen? Heel veel denk ik. Het niveauverschil met de hoofdklasse is wel echt, groot. Dus daar moesten we echt wel aan wennen. Het is ook wel een stukje fysieker, maar ontzettend veel van geleerd. Ja. Om nog even terug te komen op de uitbreiding van de league, is dat voor ons wel een uitdaging, want wij op het veld nog wel hoofdklasse spelen. Dus het seizoen wordt dan heel lang. Maar dat is nu allemaal anders natuurlijk dan we van tevoren hadden bedacht. Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Ja. Ja, precies. Nee, maar wij hebben ontzettend veel geleerd van dat eerste seizoen en nu... nu zeggen we wel tegen elkaar van, we hebben dat gehad, we zijn eraan gewend en we moeten nu gewoon doorgaan. Ik vond de wedstrijd tegen Blauw-Wit bijvoorbeeld een schoon voorbeeld van de kerels tegen de jochies.
Ja. Meisjes. Dat was echt van dik hout zagen met planken, maar dat werkte wel bij Blauw-Wit. Ja. En op dat moment kom je tekort, maar goed, dat is inderdaad afgesloten. Ja. Ja. Korfbal League bestaat nu uit 12 ploegen. Noodgedwongen wordt de competitie in twee gesplitst. Dus wat dat betreft zijn die twee zestallen eigenlijk een zegen dan. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker. Jullie zitten in een pittig pool. Volgens mij is het de pool des doods, zou ik bijna zeggen. Ja, ik denk dat hangt er van aan wie het vraagt in dit geval. Het is een fantastische pool. En ja. Het idee van 2x6, en ga ik er terug naar mijn eigen koffertijd, dat je twee pools van 8 en de winnaars speelden toen in Ahoy. Mm-hmm. Nu heb je ook nog play-offs erbij, dus ik denk dat het een heel mooi concept is, zeker met corona. Misschien ook wel iets wat je kan continueren door het nog meer uit te breiden. Mm-hmm. Maar de pool aan zich is een hele mooie. KZ Groen-Geel is een prachtige wedstrijd. Blauw-Wit als derby is mooi. Ja. Nou, de landskampioen PKC erin zijn gewoon mooie wedstrijden. Ja. Die je vrijuit kan spelen, wil iedereen zien. Ja. LDO is een mooie ploeg. Dus ja, ik ben heel content met deze pool. Ja. En de play-offs, toevallig kwam net het bericht binnen dat er niet twee ploegen, maar vier ploegen play-offs gaan spelen. Kijk dan. Dus 1 tot en met 4. Dus ik had het net met Lisanne over. Dat is denk ik voor Groen-Geel ook heel interessant om voor die, in ieder geval voor die vierde plek te kunnen spelen. Ja. Als KZ, ja, aan de stand verplicht mikten we sowieso op die tweede plek. En wilden we ook kijken of we de stap naar LDO hebben gemaakt. Ten opzichte van vorig jaar. Ja. Nou, nu worden het 4 ploegen die play-offs gaan spelen. Misschien een beetje jammer voor ons. Is de uitdaging wat meer weg. Maar ik denk een goed concept. Ja, in de pool zit ook Oost-Arnhem. Ja. Gepromoveerd. Ja. Bij Oost-Arnhem treffen we een oude bekende, Frank van het Kaar. Ja. Ooit, ik denk, topscorer van de Zaanstreek, jaren geweest. Groen-Geel. Bij Groen-Geel. Schept dat nog een band? Op de een of andere manier. Heb je met Frank was voor jouw tijd, denk ik? Nou, nee, zeker niet. Ik heb tegen Frank gespeeld in Ahoy. Mijn eerste jaar dat ik van KZ naar Blauw-Wit ging, werden we met Blauw-Wit meteen kampioen in onze pool. Speelden de finale in Ahoy. En ik kwam tegen Frank. En ik kan wel zeggen dat Frank een van mijn jeugdhelden was. In één speel je dan tegen elkaar. Hmm. En eigenlijk hebben we wel een goede klik op dat vlak. Tegenwoordig speelt zijn zoon tegen mijn dochter. Dat is ook weer inherent aan korfbal. Maar ja, leuk. En ik gun het Oost-Arnhem enorm als vereniging. Die verdienen dat ook. Hmm. Voor mij zijn er nog wat meer oud-bekenden. Want Oost-Arnhem was in mijn tijd een grote ploeg. Zeker. En het weerzien met Frank. Ja, Frank zit meer bij DVO dan bij Oost-Arnhem omwille zijn zoon. Ja. Doet wat bestuurlijk werk bij Oost-Arnhem. Maar dat is hartstikke leuk. Ja. Dus, het blijft een korfbaldier. Zeker. En, ja. Wij starten tegen Oost-Arnhem morgen. Ja. Ik kijk er naar uit. Ja, ja, snap ik. Groen-Geel gaat starten tegen LDODK. LDODK, ja. En dan ook nog Rinsma Modeplein, maar dat laten we er even buiten. Dat is altijd een van de ploegen waar menigheid tegenop kijkt. Mirjam, Marjolein ja, Kroon speelt daar. Ja. Ook nog steeds. Speelde daar. Ja. Oké, okay, nou dat is dan. zijn jullie klaar voor de competitie? Ja, ik denk het wel. Het is gelijk een pittige om tegen te beginnen. Maar er is inderdaad wel ook wat veranderd binnen LDODK. Dus we denken zeker dat er kansen zijn. We gaan het zien. Als morgen iedereen gewoon negatief test, dan... ja, want dat is... Het is altijd een beetje spannend, maar dan zijn er zeker kansen, denk ik. Ja, en dan is het altijd, in het korfbal weer was het Ahoy spelen, dat was het summum. Tussendoor zijn ze naar het Ziggo Dome gegaan. Ja. Hoe is dat? De finale is nu weer in het in Ahoy, daar waar het hoort. Nou, ik heb in de Aatjes in de Ziggo Dome nog gespeeld, dus ik heb het daar wel mogen meemaken. Ik vond de Ziggo Dome ook prachtig, maar nu weer terug naar Ahoy. Ja, en zonder publiek is het dan toch allemaal net even anders. Vragen wat je denkt dat het gaat worden deze competitie is natuurlijk altijd link, want daar word je dan weer op afgestraft. Maar bij de eerste vier mag, zeg ik dan als chauvinist, geen probleem zijn. Voor ons, voor Groen-Geel. Voor jullie, voor Groen-Geel. Nee, ons doel is wel plek 4 in de pool. In eerste instantie zou dat zijn om niet te degraderen en in dit geval dan is het een mooi streef om mee te doen aan die play-offs. Ja. IJskoud de beste blijven. Precies. Zo werkt dat. Dennis, voor jouw ploeg is goud is het enige wat telt, denk ik. Maar...
Nou ja, in de pool hebben we wel PKC. En, ja. Nou goed, alhoewel, vorig jaar winnen we PKC daarom. In Papendrecht. Dus niks is in dat opzicht onmogelijk. Nee. Maar wat ik net al zei, wij mikken echt wel op die tweede plek. En dat moet ook kunnen. Hmm. En tegelijkertijd wordt het een bijzondere competitie. Ook met corona in het achterhoofd. Hopelijk testen we allemaal negatief. Maar als het niet is, moet je snel schakelen. Ja. Blessures zijn snel opgelopen. Dus het kan wel een bijzondere competitie worden. En daarom denk ik ook een goede keuze vanuit de Korverbond om niet die degradatie erin te doen. Ja. Want het kan zomaar zijn dat je ineens door externe factoren op de zesde plek gaat eindigen. Ja, ja, ja. Ja. Jullie hebben intussen alle twee al oefenwedstrijden gespeeld. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, heel goed. Althans, heel goed als je het hebt over het oefenen. In de uitslag niet voor ons. Wij oefenden tegen Fortuna en tegen Top. Dat zijn in principe ook ploegen die toch wel wat hoger zijn aangeschreven. Maar in de oefenstage natuurlijk fantastisch. En die verliezen we allebei. Gisteren op bespreking ook goed op doorgezaagd, om het zo te zeggen. Dat doet pijn. Ja. Dat vinden we niet leuk, maar dat is wel weer de ultieme leerdoel, leereffect. Dus heel goed in de voorbereiding. En nu moet het omzetten in resultaat. Ja. Luciana, jullie zijn onder andere naar Capelle aan de IJssel geweest. Ja. Daar werd gewonnen. Ja. Tweede wedstrijd. Dalto. Nee, Dalto. Niet gewonnen uiteindelijk. Nee. Dus voor ons een beetje hetzelfde. Veel van geleerd, maar de uitslag uiteindelijk iets minder. Maar we zijn ook nog wel redelijk een beetje aan het doorwisselen en aan het kijken naar de ideale opstelling. Dus in dat opzicht was het ook voor de coach een goede voorbereiding. Maar ik denk dan wel dat we er klaar voor zijn. Perfect. Dan zou ik zeggen, dan zijn wij ook klaar met dit interview. Dan wens ik jullie morgen heel veel succes in de komende periode. Laat ons juichen. Want alle wedstrijden, overigens, dat moeten we niet vergeten te zeggen, worden rechtstreeks uitgezonden via de livestream. En dat is natuurlijk, dat maakt korfbal ook bijzonder, denk ik. Want daar zijn jullie al heel vroeg mee begonnen. Ja, en dat is tegenwoordig via Icons, om daar nog even wat reclame voor te maken. Via een app die je kan downloaden. Ja, dus dat is, het publiek wordt op de wenken bediend, alleen op afstand. Precies. Jongens, hartelijk dank en graag tot ziens. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste uitzending van Sport in Zaanstad. Het was even wennen, maar uiteindelijk went alles snel. En ik denk dat we een lekker uurtje interviews en dergelijke sportieve hoogtepunten hebben we nog niet gezien. Gaan natuurlijk komen, want ook dat hoort in een programma. Bewegende beelden. Dank voor uw aandacht nu. Alle medewerkers, hartelijk dank. En vanzelfsprekend onze gasten. En graag tot de volgende keer.